Welkom dames en heren bij een nieuwe weekvlog! Ik zie er ontzettend lam uit, ik kom echt precies net uit bed gewoon. Dat zie je wel hieraan, fucking haar, het blijft normaal joh. Ik ben op dit moment aan het opnemen voor gekkenwerk, dat is heel mijn script. Nee, dit is niet mijn script, dat is mijn script. En dit is zeg maar mijn audio-opnameprogramma. Dit is mijn microfoon, maar ja, dat hadden jullie ook al wel gezien. En ik ben nu alle tekst aan het inspreken. Wat gaat er gebeuren verder in deze weekvlog? Een hele hoop. Epische shit. Drie kwart weet ik nog niet, maar het is een verrassing en ik weet het zelf ook nog niet. Komt goed, deze week wordt cool. Als je gekkenwerk niet kent, dat is een GTA soap, actie, comedy serie. Een beetje een mix van alles. Echt een van de beste series die ik ooit gemaakt heb, gewoon serieus. Ik ga die shit afmaken en dan ga ik even mijn haar doen, denk ik. Dat het een beetje fatsoenlijker eruit ziet. En dan zie ik jullie zo weer terug in de weekvlog. Daar ben ik weer. Ik weet niet wat de fuck ik me aan het doen. Ik moet nu even vertellen wat ik dus wel ga doen. Want ik ga dus in deze weekvlog ook beginnen aan de GTA parody. Of in ieder geval niet beginnen, ik ga ermee verder. En wat ik dus moet doen, ik moet dus nog gitaar opnemen. En misschien is het wel leuk om te laten zien hoe ik dan die parody maak, want het is echt heel veel werk. Vanavond ga ik misschien ook nog gamen met Kevin. Maar voor het zover is, moet ik ook nog giveaways opsturen. Want mijn printer deed het niet, en mijn papier was op, en mijn stickers zijn op. Het schoot allemaal niet op, dus ik moet nu 3 giveaways gaan verzenden. En nu moet ik eerst nog even op de bus doen. Of nou ja, eten gaat wel voor natuurlijk. Let's eat some shit. Het is donderdag frietdag, hè? Ik weet niet waarom ik net allemaal moeilijk zat te doen. Ik kan ook gewoon mijn fucking camera hierop neerzetten. Maar ik heb deze kast waar die nou in staat nog niet zo lang. Dus daar moet ik nog even aan wennen. Maar het is eigenlijk best wel veel chiller om te vloggen. Ik heb tenminste een beetje een rustig beeld ook. Alleen het licht aan deze kant is in één keer zo fucking licht. Hoe kan dat nou? Ik heb geen idee. Zal ik een mooi gitaarliedje voor je spelen? Oké, die is fucking vals. Ik ga het hem niet horen. Want eer dat hij gestemd is, dan zijn we een half uur verder. En zo lang duurt deze vlog natuurlijk niet, want we zitten pas in de eerste dag en we hebben nog een hele week te gaan. Ik kon het toch even niet laten om video's op te nemen. Ik ben nu aan het opnemen. Ik moet eigenlijk de video starten. Maar ik moet toch eerst even vooruit werken, want ik moet zaterdag nog naar een verjaardag. En Jos, waarom heb je weer andere kleren aan? Heb ik de vorige keer ook al verteld, maar dan lijkt het zeg maar dat ik het op andere dagen opneem terwijl ik het van tevoren opneem. Dus ik heb hiervoor ook een andere GTA Freerum opgenomen, wat ik dus niet aan het doen ben. En toen had ik een shirt aan dat daar ergens op de bank lag, zodat het niet iedere keer hetzelfde eruit ziet. In ieder geval, ik ga nu beginnen. Zo, ik heb mijn normale kleren weer aan. Of in ieder geval, ik had gedoucht sinds het eerste keer toen ik mijn rode shirt aan had. Toen had ik gedoucht, toen heb ik uiteindelijk deze aangedaan, omdat die net uit de was kwam. En toen ging ik GTA Freerum opnemen, waardoor ik weer mutsen heb gewisseld en shirts heb gewisseld. Ik heb 2 afleveringen opgenomen, dus ik heb echt weer allemaal van kleren gewisseld en shit. Ik heb dus uitgelegd dat het werkt, want dat doe ik meestal als ik meerdere video's achter elkaar ga opnemen. Anders denkt iedereen dat ik maar 2 t-shirts heb. Ja, dat is niet waar, want ik heb er hier al één aan. Hier heb ik er nog één, hier heb ik er één en daar ligt er al één. Dus ik heb sowieso al 5 t-shirts. In ieder geval, ik zag nog die giveaways op de bus doen. Het is nu 1 uur s'nachts, maar het sneeuwt. Dat kunnen jullie helemaal niet zien. Maar ik ga denk ik gewoon door de sneeuw die shit op de bus doen. Dan komt ze lekker aan mensen van goed van pas. Zo ga ik over straat. Hallo, zijn jullie er nog? Oh. Dat is echt raar, ik heb heel de winter eigenlijk nog niet echt... Oh, fuck toch op, joh. Heb ik nog niet echt sneeuw gehad. Ik vind van niet dat het is blijven liggen heel erg. Echt zonlaag is een keer blijven liggen, maar meer niet. Het zal fucking koud zijn. Maar ja, daar hebben we natuurlijk gewoon allemaal over voor de giveaways. Laat ik die mes maar weer opzetten, anders vriezen mijn oren eraf en dan ga ik dood. Dat weten jullie misschien niet, maar dat is echt zo. Oh fuck, ik moet die shit nog uitprinten. Let's go. Ik heb deze echt serieus al sinds dat ik 6 ben of zo, maar ze zijn zo fucking dik en warm. Dus het is lekker aan. YOLO, niemand ziet het. Ja, nou wel. Fuck. Kijk, stickers. Oeh, kunnen jullie de sneeuw zien? Kunnen jullie de sneeuw zien? Ik ben benieuwd. Zo tegen de lantaarnpaal in? Ik zie het wel heel goed, maar ik weet niet, op de camera zie ik het niet volgens mij. Zin je echt tijd? Klaar. En nu in de enveloppen gooien, adresjes erop. En door de sneeuw, als het nog sneeuwt trouwens, ik weet niet of het sneeuwt. Ja, het sneeuwt nog. Ja hoor, daar loopt hij buiten in de sneeuw. Met de enveloppen natuurlijk. Het sneeuwt echt best hard, het blijft niet overal liggen, maar op sommige plekken wel. Fucking nice. Dit in de bus doen en niet onder sneeuwen. Ik weet niet wat de fuck het is, maar het is gewoon mooi. Niet van ijs, van ijs ga je op je bek, maar sneeuw is leuk. Maar als het smelt, dan is het water. En water is niet altijd goed. En dan ben ik helemaal nat, maar dat maakt niet uit, want het is cool. Het is ook koud, dus nou ook niet. Maar ja, daarom blijft het ook niet liggen. Holy shit. Kijk, hier blijft het wel liggen. Fucking raar. Ik ben benieuwd hoe het morgen eruit ziet. Oké, mijn handen zijn een klein beetje bevroren. Maar dat maakt niet uit, het was wel leuk. Natuurlijk, mensen weer blij gemaakt met de giveaway. En dat is altijd goed. Holy shit, dat ding is nat. Oké, jij denkt natuurlijk, waarom zit je op de grond? Nou, om de zoveel dagen doe ik krachttraining.
En ik ben net bezig met de laatste push-ups. Ik dacht van natuurlijk gewoon een keer voor de camera, maar heb ik dat nog nooit gedaan. Let's go. Moet er nog een stuk of 15 of zo. En dan ben ik weer klaar. Ik heb net de hele tijd al getraind, dus ik ben al best moe. Maar goed. Zo, holy shit. En de rest van de training hebben jullie niet gezien, maar nu ga ik in ieder geval naar bed. Tot de volgende dag. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag in deze weekvlog. Ik heb net door het huis lopen rennen, daarom ben ik buiten adem, maar ik ga deze weekvlog een hele hoop behind the scenes laten zien van shit die ik doe. En vandaag neem ik een Q&A op. Ik heb gisteravond al mensen gevraagd om vragen te stellen voor de Q&A. En die ga ik vandaag opnemen. En ik heb dus een laptop, dus ik kan overal zitten. Dus ik heb nou mijn laptop in de woonkamer neergezet met mijn microfoon eraan. En daar mijn camera natuurlijk op statief. En dan heb ik op mijn laptop ook mijn vragen die jullie gesteld hebben natuurlijk. En natuurlijk gaat mijn microfoon in mijn laptop zodat ik mijn audio kan opnemen. En voor de Q&A is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus dat is best easy. Ik ga nog meer behind the scenes laten zien. Want er werd om gevraagd ook gisteren in een video om de reacties. Dus ik dacht van nou, misschien wel een goed idee. Maar ik moet snel beginnen want ik heb zoals je ziet geen lampen nu. Dus ik moet het doen met het licht van de zon. Dus laat ik maar gewoon beginnen. Dat hebben we daar weer gedaan. En dan kan ik weer gaan editen, want dat moet vandaag nog online. Ah, het zit er weer op. Het is gelukt. Mijn computer is op dit moment mijn audio aan het bewerken. Want ik heb altijd een filter over mijn audio, waardoor het iets beter klinkt. Nou, ik ga die shit editen en dan zie ik jullie zo weer. Op dit moment ben ik niet heel spannende dingen aan het doen. Ja, het is wel spannend, want ik speel GTA jobs. Maar voor de rest, om te laten zien, niet in ieder geval. Dus ik ga een paar uurtjes spelen. Voor de lol gewoon en daarna zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb geen idee, het is een groot avontuur en ik weet niet hoe het af gaat lopen. Ik heb even lekker een potje GTA gespeeld. Daarna heb ik wat opgenomen voor de GTA show, even vooruitgewerkt. Want ik ga morgen naar een verjaardag van een hele goede vriendin van mij. Dat betekent dus twee keer een uur rijden, maar goed, het is wel leuk. Maar goed, dus ik heb al wat opgenomen voor de GTA show. Ik maak hem zaterdagavond weer af. Ik ben nu klaar, ik ga zo meteen naar bed toe denk ik. Dan ga ik morgen rond 12 uur 's middags weg, lekker rijden. Oh, en ik wil nog iets laten zien trouwens, want ik heb een nieuwe desktop achtergrond. Sinds kort heb ik deze achtergrond op mijn computer. Dat is nieuw. En als jij deze nou ook wil, zeg het dan eventjes in de comments. Dan zet ik hem op Twitter, een downloadlinkje. Want ik heb hem deels zelf gemaakt. Ik heb hem een beetje aangepast. Ik vind hem super vet. En nou begint hij raar te doen. Maar goed, dat is cool. Als je die wil, zet het in de comments. En als er heel veel reacties komen, dan zet ik een downloadlink op Twitter. Maar voor vandaag is het weer genoeg geweest. Dus ik zie jullie zo meteen bij de volgende dag. In deze coole weekvlog. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag in deze vlog. Check it out, ik ben helemaal in stijl, een soort van. In ieder geval, ga naar de verjaardag toe. Ik ga eerst een uur rijden, dus ik kan niet vloggen, maar geen idee. Ik ga op die verjaardag ook niet vloggen, denk ik. Maar ik ga jullie er van alles over vertellen. Ik ga nu rijden, anders kom ik te laat. Dus tot zo. We zijn inmiddels een paar uur verder. We zijn wel jarig, dus zet allemaal in de comments. Gefeliciteerd, Amber. Ja, ik kan er wel op gaan wachten, maar dat duurt toch wel een week voordat de video online staat. Ja. Was het in ieder geval hartstikke leuk en nou ga ik weer naar huis. En deze man, die kijkt ook naar mijn video's. Ja. Wie ben je? Ik ben Lars, 16 jaar. Echt zo'n datings. Een soort lekzappen. Yo, datelemmer. Maar dat is fucking cool, want jullie zijn vrienden. Hè? Kijken ook naar mijn video's, dus dat is super cool. En volgens mij heb ik nog nooit met kijkers gevlogd, dus... Nou, bij deze. Bij deze heb je de primeur. Yes. Ik heb in huis, ik heb echt de grootste omweg ooit gehad. Dus wat nog maar. Ik ben dus in Alphen aan de Rijn en holy shit, het regent als een gek. Ik hoop dat mijn telefoon tegen water kan, anders gaat hij zo meteen kapot. Dat is niet goed. Ik heb een ontzettend lange rit gehad. Ik heb echt 10 omleidingen gehad die allemaal verkeerd uitkwamen, dus dat duurde nogal lang. Nu gaan we weer terug, het wordt bijna donker. Ik moet weer een uur terugrijden. In ieder geval zeg maar de navigatie, maar daar loop ik natuurlijk geen flikker van. Ik ga even doorlopen naar mijn auto, voor ik de halve verder, want met telefoon kan niet tegen water, ben denk ik beneden. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag maandag, zoals je ziet, zoals net in beeld stond. Dus dat betekent dat ik zondag heb overgeslagen, maar ik heb gisteren dus ook niet zo heel veel gedaan, maar ik voel me een beetje ziekig, niet zo fit. En ja, gisteren heb ik eigenlijk alleen mijn GTA-show gedaan en voor de rest heb ik een beetje op de bank gehangen. Nu ga ik niet dat spelen, maar GTA. Want het is dubbel cash en RP weekend. Of weekend, week zelf. Dus ik ga eventjes voor het GTA spelen. Dan ga ik vanavond waarschijnlijk mijn gitaar fixen, want die heb ik nodig voor de GTA-parodie. Waar ik niet vandaag aan gewerkt kan, want ik heb vandaag gewoon vrij, omdat ik gewoon een beetje ziek ben. En hopelijk dat dat voorbij is na een dag rust. Maar ik kan wel mijn gitaar fixen, dus dat ga ik zeker doen. En dat ga ik vanavond doen, want eerst ga ik nog eventjes achter de Xbox kruipen. Niet er helemaal achter, want dat past niet, want dat staat tegen de muur. Het is badtijd. Niet van mijn telefoon, maar van mij. Ja, dan zit ik dan net uit bad, klaar om mijn gitaar te stemmen met mijn mooie gitaarapparaat stemding. Ik stem in een hele aparte tuning, zeg maar. Zoals we laten horen, hij staat eigenlijk al bijna goed, alleen hij was een klein beetje vals, omdat ik hem heel lang niet gespeeld heb. Heb ik überhaupt mijn gitaar wel eens laten zien? Bij deze... Alsjeblieft. En gefixt. Normaal gesproken is het heel moeilijk met dit soort gitaar, want ik heb een aparte brug erop.
Maar goed, ik moet dit losdraaien. En dan moet ik hier aan draaien. En dan moet ik hier aan draaien. Misschien. Dus het is moeilijk als je denkt. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag. Ik zal maar meteen even zeggen. Check dit oog. Holy shit, ik weet niet wat er aan de hand was. Want ik wilde gewoon gaan eten. Dus ik had even een ei gemaakt. Dus ik ging even hier zo mijn ei op zitten eten. En ik dacht ik dat er iets in mijn oog zat. Dus ik begon een beetje te wrijven en shit. Maar uiteindelijk was het echt vet geïrriteerd of zo. Dus nou is helemaal oog rood. En ik heb mijn lens uit deze oog maar uitgedaan. Dus ik zie echt aan deze kant echt wazige shit. Dat is echt een beetje vervelend en vrij irritant. Letterlijk. Dus ik hoop dat het vanzelf overgaat. Want ik heb ook al even lenzenvloeistof in mijn oog gedaan. Maar het blijft geïrriteerd. Dus dat is heel raar, maar ik wilde net gaan opnemen. Ik wilde net GTA gaan opnemen. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar ja, ik ben nou ook aan het opnemen. Ik heb gewoon twee verschillende kleuren ogen. Normaal gesproken is dat misschien best cool, maar het is gewoon heel irritant. Ik moet er ook niet altijd in lopen wrijven, want dan maak ik het ook niet beter. Maar ik weet niet wat ik er dan tegen moet doen. Dus ik wacht nog eventjes. Ik ga gewoon mijn camera alles opzetten en dan hoop ik dat het vanzelf overgaat. En anders ga ik sowieso al gewoon opnemen en dan met één lens. Dus ik zie echt wazig aan deze kant, daar krijg ik waarschijnlijk hoofdpijn van. Ik heb juist heel veel zin om op te nemen, daarom is het zo vervelend. Hey meneer de kat, wat vind je van mijn laseroog? Je kijkt niet eens. Je hebt het nog niet eens gekeken. Wat is dat nou voor bullshit? Ik word gewoon kaart genegeerd. Dat beest wil niet op de vlogs of zo. Als ik de camera in zijn gezicht hou, dan duikt hij snel weg. Zo, ik ben naar boven verplaatst. Volgens mij is het al een beetje aan het wegtrekken. Het voelt wel minder in ieder geval, voelt minder irritant. Maar ik ga het gewoon doen. In ieder geval, dit is mijn prachtige setup. Het is een beetje rommelig, nou ik moet even nog opruimen. Kijk, dat is mijn statief voor vandaag. Een doos met Xbox spellen. Maar puur om het feit dat ik één statief heb. En als ik dat statief daar neerzet, dan komt hij ongeveer tot aan het dak. En dat is iets te hoog, dus daarom bouw ik zo'n mooi opstellingje. Het werkt toch? En, oh ja, trouwens daarachter heb ik nog een lamp neergezet. Die verplaats ik ook altijd. Het ligt daar waar ik zit. Normaal neem ik bijna niks op van achter mijn laptop. Meestal neem ik deze richting op met die tv. Dan zet ik alles daarachter neer. Maar nou niet, want nou ga ik eigenlijk voor de eerste keer GTA op de PC iets opnemen. Dus laat ik dat maar eerst gaan doen. Ik moet me eigenlijk even een beetje klaarmaken en dan gaan we kaart van start. Zo, ik ben klaar denk ik. Ik heb mijn lens weer terug in mijn ogen gestopt. Dat is echt een heel stuk beter. De oog was echt helemaal rood gewoon, hè. Dat is echt fucking bizar. En eng eigenlijk. Het lijkt bijna te bloeien, zeg maar. Is in principe ook al, want het lopen allemaal aders door je oog heen en shit. Dus het zag een beetje eng uit, maar volgens mij... Yo, beter. Precies de tijd, want ik ga het nou opnemen. Jos, wat een neuk ben je nou aan het doen? Ik ben nou aan het editen en ik heb gewoon mijn laptop hier neergezet. Jij denkt natuurlijk van, Jos, je gaat gewoon meteen editen op de plek waar je hebt opgenomen. Maar gesproken wel, maar de fucking zon schijnt vandaag en ja, er gebeurt niet zo heel veel de laatste tijd dit jaar. Het is fucking winter. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga eens even met mijn laptop in de zon zitten. Het probleem is dat ik dan mijn halve scherm niet kan zien. Maar het is wel lekker warm. Check die kat chillen als een beest. En het is vandaag ook volleybaldag voor mij, dus ik ga zo meteen naar de volleybal toe. Over 5 minuten wel te verstaan, dus ik moet het een beetje kort houden. Volgens mij is het wel tegen het team dat het laatste staat. Dus heel veel tegenstand verwachten we in principe niet. Maar goed, maakt niet uit. Een beetje sporten kan je kwaad, toch? Dus dat is wel leuk. Ja, ik ga jullie zo meteen alles erover vertellen als er iets te vertellen is. En dan ga ik nou maar eens onderweg. Want anders ga ik het niet halen. En dan worden mensen helemaal wielend en zo. Want dan denken ze van, oh mijn god, waar is Jos nou weer? En dan ga ik ze helemaal panieken. En dat kan ik natuurlijk wel voorstellen. Dus nou ga ik nou maar. Nou ja, in ieder geval tot zo. Ik zie jullie zo. Ik hoop dat ik geen benen breek of shit. Dat is nog nooit gebeurd, maar eentje is de eerste keer, hè. Oh, wat een goede instelling. Nee, komt goed. Tot zo. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag en de weekvlog natuurlijk. Ik zou jullie nog vertellen hoe de wedstrijd is afgelopen. We hebben gewonnen met 4-0. Dat is in volleybal de grootste uitslag. Het ging niet zo makkelijk als het leek eigenlijk. Of in ieder geval op één set na eigenlijk. Maar voor de rest ging het wel aardig. Niet de beste wedstrijd ooit, maar wel gewonnen. Dus dat is gewoon mooi. In ieder geval, vandaag ga ik eens even beginnen met de opnames van een korte video. Een fanmail video die natuurlijk al online is. Maar in ieder geval, ik heb weer een hele aparte opstelling. Want normaal gesproken stond daar een kast met de spiegel. Maar die hebben we weggehaald. Dus we hebben een fucking witte muur. En toen dacht ik van, nou, dat is misschien wel leuk om die video zeg maar, op te nemen hier. Dus ik heb mijn microfoon gehaald en mijn laptop heb ik daar neergezet. Want ja, zonder laptop zou dat eigenlijk niet kunnen, want die microfoon gaat in een laptop. En de laptop kan ik overal neerzetten, dus dat is fucking mooi. En dan heb ik natuurlijk hier mijn camera en nog een extra lampje, want anders zie ik er donker uit hier ook. De zon staat echt iedere dag altijd gewoon op het huis hier. Dus vandaar dat het een beetje donker is meestal, want het schijnt altijd tegen de camera in en dan krijg je tegenlicht en dan word ik donker. Dus daarom heb ik dat lampje nodig. Jezus, wat uitleg. Laat ik nou maar eens gaan opnemen. Ik heb geen stem meer over straks. Zo, die opnames zitten erop. Ja, dat was ook echt een korte video, maar dat maakt niet uit. Als je hem wilt zien, hij staat natuurlijk al op dit kanaal. Hij heet Fanmail in ieder geval. Maar vandaag ga ik nog meer shit doen.
Eigenlijk zou ik nog deze week nog aan de parody werken. Dat kan ik natuurlijk wel doen, maar ik weet niet of ik het kan laten zien, want ik ben dus wel aan het werk met copyrighted music. En dat werkt niet zo goed, zeg maar, als ik copyrighted music in mijn video's plug. Dus ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Misschien dat ik een stukje op mijn gitaar kan spelen of zo nog deze weekvlog. Daar vogel ik wel uit. Maar vanavond in ieder geval komt Kevin langs om shit op te nemen. Want volgende week is het natuurlijk GTA week. Dus er moeten nog wat opnames voor gemaakt worden. Dus vanavond komt hij langs en morgen gaan we nog een keer GTA doen. Alleen dan blijft hij thuis en dan gewoon via GTA online. Dus dat wordt natuurlijk ontzettend genieten. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar eerst moet ik deze video afmaken van die fanmail. Die moet ik nog even monteren, uploaden. Daarna moet ik een GTA First Person Story maken. Dus ik ga niet veel tijd verspillen nu aan deze weekvlog. Want ik moet belangrijke shit doen. Ja, deze weekvlog is ook belangrijk, maar ik moet nog meer belangrijke dingen doen. Trouwens, voor de mensen die zich afvragen, ja, ik heb een andere trui aan. Maar ik ga zo weer iets anders opnemen. Ik heb deze nieuwe kids game en daar had ik al een keer aangekondigd dat ik die ging doen. En dan echt over de top en dan ging ik mezelf verkleden als nieuwe kids en dat soort shit. Hey Poes, ik kreeg gezelschap. Maar goed, die ga ik dus nog doen. Na de GTA week, want eerst komt de GTA week. Ik heb er gewoon totaal geen tijd voor gehad. Er kwam er van de week mee van, kut, ik heb die game nog liggen. Fuck, komt allemaal goed. Yo mensen, ik had nog natuurlijk gezegd dat Kevin nog zou verschijnen in deze weekvlog. Daar is die. Dat klopt. Heb je een wapen in je hand? Ik ga maar neersteken live op de video. Hey, we gaan chills drinken. En dan gaan we nog een nieuwe kut in GTA opnemen. We hebben net al eentje opgenomen. En dat is fucking mooi. Dit is natuurlijk altijd ons uitzicht. Behalve dat Kevin er aan me voor staat. Die staat het aan je voor. En die vol die lamp in je smol, daar krijg je oogziektes van. Maar dat maakt niet uit, hebben we er allemaal voor over. Dus dat maakt allemaal geflikker uit. Dus we gaan even lekker kutten! In GTA! Oh mijn god, echt super synchrone shit. Ja, ik nice! Te wachten. Hebben we gewoon een kaart opgeoefend. Hallo poesje. Kevin is net weg, dus dat betekent dat we een flinke avond opnames achter de rug hebben. Allemaal helemaal prima gegaan in ieder geval. Ik ben wel een beetje moe, maar dit was nog niet het einde. Het is bijna 12 uur geloof ik. En ik moet nog werken aan gekke werk voor morgen. Ik kan zo meteen wel het script laten zien. Ik heb het script trouwens ook nog niet uitgeschreven. Misschien moet ik daar eerst even doen. Het is zover hoor. Behind the scenes van gekke werk. Dit is het script. Ik maak het altijd in Word gewoon. En zo schrijf ik het altijd uit. Groen is meestal de tekst van Peter. Blauw is dit keer de tekst van Mario. Als je die serie niet kent, ga hem kijken trouwens. Het is echt een van de beste series die ik ooit gemaakt heb. Zelfs als je niet van GTA houdt, is het echt gruwelijk. Want het gaat eigenlijk niet om GTA. Het gaat wel om GTA, maar het is echt een actieserie. En je moet goed gewoon kijken. In ieder geval. Dus dit is mijn script ongeveer. Zo schrijf ik het meestal uit. Bijvoorbeeld bij dit stukje zegt Peter hier woon je. En dan zegt Mario jazeker. En zo schrijf ik het dan uit. En tussendoor schrijf ik nog wel eens dit op. Ze lopen naar beneden en Mario pakt een pilsje. Dat soort shit gebruik ik wel eens tussendoor. Heb je hier, dan komt een ander personage, die heeft dan een andere kleur. En ondertussen schrijf ik af en toe tussen de lijntjes door wat er gebeurt. Zodat ik een beetje weet waar we zijn en wat er gebeurt. En wat ik moet opnemen. En zo schrijf ik eigenlijk heel het script uit. Dit script heb ik nou, denk ik, een 3 kwartier gemaakt in totaal. Ik heb niet doorgewerkt. Ik heb er even rustig over nagedacht. En even kijken hoe ik het kan doen met het gebruik van mods en alles. Volgende stap is mods werkend krijgen en alles opnemen. We zijn 3 uur verder. Het gaat echt voor een meter. Of in ieder geval met wat ik wil. Ik heb 1 character uitgekozen. Die standaard in de directe mode zit, zeg maar. Maar die je met geen 1 mod kan spawnen. En dat is de enige character in heel het spel die je niet kan spawnen. Ik vind het echt zo kut, hè. Nou, probeer ik allemaal omwegen te verzinnen. Ja, ik kan het nou niet laten zien, want ik kan pas laten zien als het af is. Maar het is zoveel werk en ik heb hoofdpijn en het is 3:30 s'nachts. Ik heb er nog niks kunnen editen. Oh, wat weer een stress, hè, zoals gewoonlijk. Maar eerst maar eens even slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag in deze weekvlog. Misschien wel een van de kutste dagen ooit. Want ik ben dus gek werk aan het maken. Waar ik dus gisteren ook al mee bezig was. Mijn game blijft crashen. Het ligt niet eens aan mijn laptop volgens mij. Maar gewoon aan files die ik heb opgenomen die gewoon corrupt zijn ofzo. Dus dat is fucked up. Dus ik ga die aflevering waarschijnlijk ook niet afkijken vandaag. En het is zo stressvol en irritant. Ik ga proberen te fixen. En als het niet lukt, dan is het vrij kut. Vanavond ga ik nog meer opnemen met Kevin in ieder geval. Ja, het is zover. Mijn hele game werkt niet meer. Oh mijn god. Nou, dat is echt niet meer geluid uit dit. Ja, ik zit hier dus echt zo van, fuck, weet je wel. Ik ga het wel weer herinstalleren en dan hopen dat die fout eruit is. Anders heb ik een probleem. Oké, dus dat duurt 2 uur voordat die geïnstalleerd is, zeg maar. Dus in de tussentijd kan ik wel gewoon GTA op de Xbox spelen. Normaal gesproken zou je zeggen, dat is helemaal niet vervelend. Dat is het ook niet. Maar ik had liever zeg maar die video nou af kunnen maken. Dus ja, dat is het dan. Ik kom straks weer bij jullie terug als ik meer weet. Op dit moment weet ik nog niks. Het zal over 2 uur zijn of zo. Dus
Stay tuned. Oké, redelijk goed nieuws. Ja, ik heb ook een kus in mijn nek, dat is ook goed nieuws. Want anders krijg ik nekpijn. Ik heb dat heel gauw. Deze stoel is niet zo chill voor je nek, dus vandaar. Maar het andere, onder voorbehoud, goede nieuws. Is dat ik denk ik een oplossing heb gevonden voor het probleem. Dat het spel opnieuw geïnstalleerd is. Maar ik kan het nog niet testen nu, want ik ga nu opnemen met Kevin. En dat gaat nog een paar uur duren. Ja, voorbereidingen voor de GTA-weken. Deze week is zo druk met werken en shit. En trouwens, je hoort GTA aan de achtergrond als je afvraagt wat je hoort. Deze week bestond heel veel uit werken en werken en werken. Maar dat is misschien ook wel een keer leuk om gezien te hebben hoe dat gaat. Ik vind het alleen jammer dat ik niet heel veel van gekke werk heb kunnen laten zien hoe ik dat maak. Want ja, zoals je weet, het loopt al wel in soep vandaag. Wat voor soep is dat dan? Geen idee. Vast geen lekkere soep. Ik ben nu aan het editen. Oh yeah. Dit is bijvoorbeeld het stukje wat ik net gedaan heb. Twee mannen lopen naar de tuin toe. Dat is het stukje. En dat heb ik dus zo gemaakt. Dus het eindresultaat, zeg maar. Zie je dat? En dan switch je daar naartoe en dan zie je ze lopen. Want je kan namelijk gewoon die camera. Even kijken dat ik het met één hand kan doen. De andere hand heb ik mijn telefoon vast. Je kan die camera overal neerzetten. En van punt naar punt te laten bewegen. Dat is natuurlijk super cool. En zo doe ik dat. Ik kan het alleen nu niet heel uitgebreid laten zien. Ik ga het wel een keer uitgebreid laten zien. Dus dat komt sowieso goed, dames en heren. Zo, ik ben klaar. Ik ben blij dat het vandaag erop zit. Morgen ga ik in ieder geval eindelijk mijn gitaar uit de kast halen. Ik ga gewoon een stukje spelen vanuit de GTA-parodie. Nou, tot morgen en voor jullie tot zo. Yo mensen, welkom bij een nieuwe dag. En zoals beloofd ga ik een stukje van de parodie spelen met de drumtrack op de achtergrond. Dus kijk, luister en geniet ervan. Yo, die werkt. Zo, dat was weer genoeg. Ja, je moet er maar van houden. Van de muziek in ieder geval. Maar het wordt natuurlijk gewoon een leuke parody. Dus eigenlijk draait het niet echt om de muziek. Het draait eigenlijk om GTA en het verhaal erachter. In ieder geval, dat was een klein voorbeeld. Ik denk dat het op de parody zelf nog wat beter wordt ingespeeld dan nu. Ik kom net uit bed, dus vandaar. Maar goed, jullie snappen het idee. Fucking cool. Ik ben nog steeds echt zo fucking blij met deze gitaar. Hij is echt... Hij ziet er fucking cool uit. Dat is punt 1. Maar hij klinkt ook nog eens echt super nice. Ik heb ook nog een akoestische gitaar trouwens. Maar die is op dit moment niet echt goed te onderhouden. Dus daar ga ik nou niet op spelen. Maar misschien een andere keer. Gekke werk in spreektijd. Yeah, ik kan hem vandaag afmaken hoor. Komt helemaal goed. Nou, dat was al bijna de vrijdag in deze weekvlog. Ik wil nog even zeggen dat ik iedere maand ongeveer een weekvlog doe. Ga ik een hele week iedere dag filmen. Op Twitter laat ik het meestal weten als ik een weekvlog ga maken. Dus volg me daar sowieso. Ik hoop dat je genoten hebt. Het was echt een echte werkweek. Heel druk. Zo gaat een werkweek ongeveer in zijn gang. Je hebt niet alles gezien, maar wel een deel. Dus ik hoop dat je genoten hebt. Druk op duimpje als je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie weer in de volgende keer in een nieuwe weekvlog. Later.